Zwaaien. Naar wie? Groep 4. Hoezo? Ik ga nu filmen. Ik ben aan het filmen. Oh. Hallo groep 4. Sorry dat er eergisteren geen filmpje kwam. Ik ben er. Ik hoop dat jullie het filmpje van juf Lieke gisteren hebben gezien. Want in het filmpje van juf Lieke zat een extra stukje met een dansjuf. Dat is een vriendin van juf Lieke en die heeft een superleuk filmpje gemaakt met een dansles in een weiland. Nou, ik kreeg er echt spontaan zin van om ook in een weiland te gaan dansen en huppelen. Nu zou je denken, ja, wat houd je tegen? Want dat kan gewoon als je maar de afstand houdt. Maar ten eerste is er niet echt een weiland bij mij in de buurt. En ten tweede kan ik ook niet zo goed dansen. Tenzij ik een T-Rex pak aan heb. Dus ga er vooral nog even naar kijken, als je dat nog niet gedaan hebt. Jullie weten dat het boek uit is, Koning van Katoren. En nu heb ik even zitten twijfelen. Ga ik een nieuw boek beginnen, ja of nee? Nou, ik vind het wel hartstikke leuk om jullie voor te lezen. Uiteindelijk heb ik een oplossing bedacht. Juf Lieke heeft een boek liggen over geschiedenis. Dat heet 50 korte verhalen over geschiedenis. En ik heb hem nog niet, maar ik kan hem lenen van een vriend van mij. Nou kan ik hem pas maandag ophalen bij hem. In de tussentijd heb ik via de website van de bibliotheek een digitale versie van het boek gevonden. Dus ik kan nu wel gewoon alvast een verhaal voorlezen. Het zijn allemaal korte verhalen. Dus dit is ook leuk voor de kinderen die Koning van Katoren misschien niet gevolgd hebben, maar wel graag voorgelezen willen worden. Elke keer is het weer een ander verhaal en gaat het weer om iets anders. Dus als je het een keertje gemist hebt, kun je de andere dag weer gewoon inhaken. En ja, is het niet zo dat je het dan niet snapt. De geschiedenis is eigenlijk gewoon één lang verhaal. Ik wil toch ook nog heel even stilstaan bij het feit dat Roos jarig was afgelopen weekend. En nu heb ik daar in een filmpje tot nu toe nog niks over gezegd, want in het weekend komen er natuurlijk geen filmpjes uit. Maar ik heb natuurlijk ook Ise uitgebreid gefeliciteerd. Dat doe ik natuurlijk ook bij Roos. Lieve Roos, hartstikke gefeliciteerd. Sorry dat ik er nu een beetje laat mee ben. Maar, beter laat dan nooit. Toch, ik hoop dat je een leuke dag hebt gehad. Dat er toch nog, visite zal misschien lastig zijn geworden. Maar misschien heb je toch wel een beetje cadeautjes gehad. Een lekkere taart gegeten. Ik hoorde dat je ook nog wat dingetjes van klasgenootjes hebt gekregen. Hartstikke leuk. Ik hoop dat je er echt een leuke dag van hebt kunnen maken. Het boek. Ik ga voorlezen vanaf mijn andere laptop. Dus ik kijk niet de hele tijd jullie aan, maar dat vinden jullie niet erg, hopelijk. Het eerste verhaal dat ik ga voorlezen gaat over Kenau Simons dochter Hasselaar. Die heb ik uitgekozen omdat die vrouw uit Haarlem kwam. Bij het station, aan de kant waar de bussen ook komen, waar ook de trap naar beneden is, naar die hele grote fietsenstalling, daar staat een standbeeld van twee mensen. Echt een groot standbeeld is het. Dat zijn Kenau en Wigbold Ripperda. Dat zijn twee Haarlemse helden, die hebben heel lang geleden, echt langer dan 100, langer dan 200 jaar geleden, hebben zij Haarlem verdedigd tegen de Spanjaarden. Je kan het je bijna niet meer voorstellen, maar er is een tijd geweest waarin Nederland in oorlog was met Spanje. Spanje wilde heel graag het Nederlandse grondgebied hebben. Steden waren in die tijd ook nog een soort, ja, bijna grote kastelen. Er stonden echt muren omheen. Het was moeilijk om een stad in te nemen, want eerst moest je door die muren heen. Dit verhaal gaat over Kenau Simons dochter Hasselaar. Het woordje Kenau wordt nu nog steeds gebruikt om een vrouw aan te duiden die niet al te vriendelijk is. Een vrouw die echt gemeen is en hard van zich af kan bijten, noemen we ook wel een Kenau. Misschien niet helemaal eerlijk, want het is nu een beetje een scheldwoord geworden. Terwijl Kenau ons toch echt geholpen heeft vroeger om de Spanjaarden buiten de deur te houden. Lang geleden zagen de inwoners van Haarlem Spaanse soldaten voor de muren van hun stad. Snel deden ze de poorten dicht. Ze hoopten dat de Spanjaarden ze konden tegenhouden. Vanaf de muren keken de Haarlemmers naar het Spaanse leger. De soldaten sloegen hun tenten op. Ze maakten vuren en begonnen eten klaar te maken. En iedereen wist wat dat betekende. De stad was omsingeld. Niemand kon de stad uit om te vluchten. En niemand kon de stad in om eten te brengen. Op een dag begon de aanval. De Spanjaarden bestormden de stad. Ze zetten ladders tegen de muren en klommen omhoog. Ze probeerden de poorten te rammen. Ze schoten brandende pijlen over de muren. Dat lieten de Haarlemmers niet op zich zitten. Ze vochten terug. Niet alleen de mannen pakten hun zwaarden en hun spiezen, ook de vrouwen deden mee. En van al die vrouwen was er één vrouw die het hardste vocht van allemaal. Dat was Kenau, Simons dochter Hasselaar. Kom op, vrouwen, riep Kenau. Haal kokend water, gooi hete olie en teer naar beneden. Zoek alle stenen die je kunt vinden. Pak een spies en zorg dat de Spanjaarden niet op de muren kunnen klimmen. Gooi de ladders om. Zien jullie die strobalen daar? Steek ze in brand en gooi ze naar beneden. Dat zal de Spanjaarden. Met de hulp van de vrouwen werd de aanval afgeslagen. De Spanjaarden vluchtten weg.
Ze zeiden tegen elkaar, heb je dat gezien? We zijn verslagen door een vrouw. Wat een wijf, wat een spieren. Ze is voor niemand bang. En dat was waar. Kenau, de dochter van Simon Brouwer en Gerte Hasselaar, was voor niemand bang. Kenau was de dochter van een houthandelaar. Op haar 18e trouwde ze met Nanning, een scheepsbouwer. Toen Nanning overleed, werd Kenau de baas van de scheepsbouwerij. Dat ging haar goed af. Wie niet werkte, gaf ze een grote mond. Dat vond lang niet iedereen fijn. Maar nu Kenau de stad gered had van de Spanjaarden, was iedereen blij. Haarlem vierde feest. Kenau werd op de schouders gehesen en door de straten gedragen. Maar Kenau had haar twijfels. De Spanjaarden zullen terugkomen, zei ze. En dan komen ze met meer soldaten en met betere wapens, dan zijn we verloren. Wat wil je dan dat we doen? Vroeg de burgemeester. Nou moet ik omslaan. Ik weet nog niet... Even kijken. Oh ja, dat is gelukt. Op mijn scheepswerf kan ik schepen bouwen, zei Kenau. In plaats van ons te verstoppen achter de muren, varen we de vijand tegemoet. Dat is een goed plan, zei de burgemeester. Als de Spanjaarden weer komen, verslaan we ze op het Haarlemmermeer. Kenau zette al haar timmerlieden aan het werk. Op de werf werden platte boten gebouwd. En op een dag klonk het weer vanaf de stadsmuur. De Spanjaarden, ze komen eraan! Alle sterke mannen gingen aan boord van de nieuwe boten en voeren het Haarlemmermeer op. Maar zoals Kenau al had voorspeld, kwamen de Spanjaarden met veel meer soldaten en met betere geweren en kanonnen. Tegen zo'n overmacht konden de Haarlemmers niet op. De stad moest zich overgeven. Kenau wachtte de komst van de Spanjaarden niet af. Door een klein poortje vluchtte ze de stad uit en ging naar Delft. Ze moest er niet aan denken dat ze elke dag moest luisteren naar de bevelen van het Spaanse leger. Door haar grote mond kwam Kenau vaak in de problemen. Na Delft woonde ze in Arnemuiden. Toen ze daar werd weggejaagd, woonde ze nog een poosje in Leiden. 5 jaar later was Haarlem weer vrij. De Spaanse soldaten vertrokken en Kenau besloot terug te gaan naar haar eigen stad. Ze ging meteen naar de burgemeester en zei op hoge toon, ik krijg nog geld van je. De schuiten die mijn scheepswerf heeft gebouwd heb je nooit betaald. Tja, zei de burgemeester, dat is al lang geleden. Die schepen hebben niet geholpen om de vijand te verslaan. Dat maakt niet uit, zei Kenau. Afspraak is afspraak. Ik heb geen geld, zei de burgemeester. We zijn nog maar net bevrijd van de Spanjaarden. Het geld is op. En scheldend verliet Kenau het stadhuis. Natuurlijk liet ze het er niet bij zitten. Elke dag ging ze terug naar het stadhuis. En toen dat niet hielp, ging ze naar de politie en naar de rechter. Ze bleef net zo lang schelden en tieren en zeuren totdat ze haar geld kreeg. Toen waren niet alle Haarlemmers meer blij met de grote mond van Kenau, Simons dochter, Hasselaar. Even kijken hoor, was dit nou al het einde van het verhaaltje? Even kijken. Als ik nou echt het boek heb, dan kan ik jullie ook nog plaatjes laten zien. Hè? Ja, dit was het verhaal. Als je nou meer wil weten over Kenau, dan is er op internet heel veel te vinden. En ga vooral eens even langs dat standbeeld dat naast het station te vinden is. Daar kan je wel goed op zien hoe ze er waarschijnlijk heeft uitgezien. Want in die tijd waren er natuurlijk nog geen fotocamera's. Ik wens jullie een fijn weekend. Volgende week gaan we nog 1 weekje door op de manier waarop we het afgelopen weken gedaan hebben. En dan hoop ik dat we na de meivakantie weer naar school kunnen. Dat we nog een paar weken gewoon school hebben. Dat we samen nog het schooljaar af kunnen sluiten. Het zou toch super jammer zijn als dat niet lukt. Maar ja, ik weet het niet. Dat moet allemaal nog blijken. Dat horen we vanzelf. In elk geval, heel fijn weekend. En ik zie jullie volgende week weer. Doei!